Het is weekend! We gaan lekker ontbijten. We hebben niet super veel in huis, maar we hebben maiswafels. En ik kreeg veel vragen over wat ik allemaal graag eet. Ik probeer niet zoveel brood te eten, dus ik maak of een shake met banaan, haver en mandelmelk of havermelk en lijnzaad en spinazie bijvoorbeeld. En andere dagen eet ik ook voor lunch bijvoorbeeld graag maiswafeltjes. En wat ik daar dan op doe is bijvoorbeeld avocado en ei of pompoenhummus met kleine stukjes tomaat. Of bijvoorbeeld kipfilet, huttekezen en stukjes tomaat. Ik probeer ze echt te stapelen. Dan zit je gewoon veel meer vol. En al die bijvoorbeeld ei en avocado werken ook goed samen. Qua eiwitten en vetten. Dus op die manier. Tussen ben ik ook lekker mijn huis een beetje aan het opruimen. Ik ga helemaal in de nieuwjaarsvibes qua dat ik het heel fijn vind met een schone lei te beginnen. Dus over een paar dagen ga ik ook even over mijn soort van goede voornemens, doelen, dromen nadenken voor 2019. En een van mijn voornemens is toch ook wel om bewuster met mode om te gaan. Ik eet al heel weinig vlees en weinig zuivel en dat soort dingen. Maar qua fashion kan ik echt nog wel betere keuzes maken. Dus hierbij een stapeltje items dat teruggaat. Van Zara en van Mango. En één jas, die krijtstreepjas uit Vlogmas 4, denk ik. Die waar ik over twijfelde, want dan blijft het toch liggen. En ik wil liever gewoon dingen waar ik echt blij mee ben en anders niet. En als ik fast fashion koop, dan wil ik het liefst iets van H&M kopen. Omdat ik veel weet over hun doelstellingen en hun organic cotton en dat soort zaken. En niet meer echt bij de Zara of de Mango. Dus dat ga ik proberen. En daarom voeg ik meteen even daad bij het woord door 5 items terug te brengen. Ik voel me er nu al beter over. En het is ook aan mij om een beetje een goed voorbeeld te geven daarin. Vind ik zelf. Dat vind ik fijn. Dus op die manier. Wel ben ik hierdoor nu bijna te laat. Ik ga met Sander naar de film. Ik weet even niet hoe die heet. Maar het gaat over een vader en een zoon relatie. Waarbij de zoon heel veel drugs gebruikt. En de vader wordt gespeeld door Steve Carell. Die ik echt fantastisch vind. Zo grappig. Dus ik heb er wel heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd. Ik wil ook steeds vragen wat gaan jullie doen. Maar dit is natuurlijk een one-way ding. Ik dacht ik ga lekker snel met Felix. En ik ben echt bevroren. Ik voel mijn vingers niet meer. Ook veel te laat. Want blijkbaar is het meteen niet een gebied waar je mag parkeren. Met dat ding. Dus moest ik iets terug. Nu ben ik aan het snel wandelen. Sander heeft al kaartjes. En we hebben dus al weken geleden afgesproken dat we daarvoor dan bij de McDonald's gaan eten. Dit komt de hele tijd terug in mijn video's. Dus niet gesponsord whatsoever. Maar ik geef het meer aan omdat ik dit dus lastig vind aan gezond eten. Dat je iets hebt afgesproken of iemand neemt iets mee wat niet gezond is. En om het dan niet te doen. Hallo. Ja, ik wil echt niet vandaag op. Ik vind dat je er heel leuk uitziet met dit matchje. We hebben dus heel lekker net McDonald's gegeten. Ik heb een Big Mac genomen voor de variatie. Sander is er niet bij. Ik vind hem heel leuk uitzien met matchje en bril. Maar hij denkt er zelf anders over. Nu gaan we nog wat lekkers halen. En dan gaan we naar een hele deprimerende film. Die heet... Weet ik veel. Ja, iets met... Ja, weet ik ook niet meer. Nee. Over een drugsverslaafde zoon en zijn vader. Gaan we nou... Waar gaan we naartoe? Huh? Weet ik veel, waar zijn we? Het lijkt alsof we iets voor aan het dragen zijn. Oh, zaal 3, oh. We waren dus naar de film A Beautiful Boy en hij was echt geweldig. Beetje deed hij wel. Nu ben ik in Bar Spek omdat ik met Jordi nog iets ga drinken.